Ja, ja, ik heb het ook gelezen. Wat stond erin? Die test, hè? Ja, van. Video, ik neem. Nou, Philips, Stefan, blaas er even uit, jij bent een kerel. Zie je wel? Ja, blazen. Ja, zo. Ik ben een bink en ik drink yogi drink. Zie je wel, hij is kampioen. Nog meer. He? Stefan is kampioen. Of niet? Ga je ook met papa te jagen of niet? Oh, hij zit vol. Ja, weer. Een knikkerbokker. En een hoed met een gemsterbaadje. Hij heeft altijd over geweer. Ja. Oh, als hij was, zo'n kapskitter. Hé? Dat niet. Nee, ken je papa wel? Oh, hoe ken je hem zo dan? Ja, ik ken hem wel. Hoe kende die jou dan niet eens? Ik ken hem nog wel, de fiets die nog in een korte broek. Zeg maar, ja, ze hebben toch op dat kasteeltje woont, of niet? Ja, dat was zijn broer, hoor. Dat waren de broers van zijn vader. Ja, want daar ben ik wel eens west. Dat was mijn jonkheer Vredenburg. Ja? En heeft die Vredenburg ook nog steeds een gedeelte daar? Die stoel. Nee, het huis hebben we al verkocht, hè. Toen die bos hier nog genoeg is, dan hebben we daar het raag voor met die stoel. Oh? Dan hebben ze alles verkocht. Dan staat het bos weer. Ja, dan hebben ze hier het grootste gedeelte van het huis nog, maar die oude jonkheer, die oude Vredenburg, die voelt hier. Ja? Ja, ja, die hebben we nog gezien. Dat is een oude. Dat was die oude Vredenburg. Die was ambassadeur, niet? Ja. Van Italië of zo, hè? Oh, ja. Ik heb hem gekocht. Huh? Ah ja, ik heb hem gekocht. Ja? Eén? Twee. Eén boeren. Dat is ook boeren, hè? Roslien kan zelf eens komen, hè? Ja? Ja. Gaan ze naar bij de grond? Nee, maar ze kan zelf eens komen. Laat hem maar gaan. Alleen nog om te denken dat het niet skiever gaat. Dat hij dat een beetje in de gaten houdt, dat ze niet tegen me kan komen. Maar ze kan zelf eens komen. Zo. Nou, schommelen. Thank you.
hij zegt, het mag een eindje wippen, zegt Henk. Dat hindert niks. Huh? Als een eindje wipt, hindert het niet. Hindert het niet? Nou, ze zitten er nog met de twee, maar anders is het er alleen nog op zit, hindert het niet, zegt Henk. Ja, dat gaat toch niet zo. Ja, zeker. Hij draait toch. Wacht eens even, Gerda. Hier staat Rosalien. Eerst een liedje zingen en dan openen. En wees zuinig en voorzichtig met dit cadeau. Sint en Piet. Dus Sinterklaasje voor mijn monden. Sinterklaasje. Bonne, bonne, bonne. Gooi dat in me, wegenwege de donder. Gooi dat in me, laasje. Sinterklaasje. Ja, nu mag ik open. Ja, maar jij moet even wachten. Lege tanden. Dat is mooi. Ik wil je even vragen, dat moeten we even kijken laten. Kijk eens huh? Aan. Oh, kijk eens, dat is een mooi. Gooi je. Nee, laat maar even zitten. Gerda heeft zo'n liedje gezongen. Want hier stond ook op. Eerst een liedje zingen, nou, dat heb je al gedaan. Dan open en wees heel zuinig en voorzichtig met dit cadeau. Sint en Piet. Nou mag je het openmaken. Ja, kijk naar mezelf. Nou Gerda, wat zal daarin zitten? Ja? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Oh, nou, zal ik even stoppen dan? Zal ik het even, ja. Of overnemen? Ja, even overnemen, hè? Ja. Wacht hoor. Pap, kijk, oogstootje. Ja, we gaan onze beurt een pakje uitpakken, hoor. Zullen we eens even kijken, wat is dit? Oh, kijk eens, wat is dit? Dit is voor de auto, hè? Ja. Antivries. Ja. Antivries is dit. Ja, dit is gewoon.
Dit is Ja, jij moet niet nadoen. Voor de ruitenwissers, antivries en een doekje en een dit is een sneeuwsetje. Een sneeuwset? Mama, ben ik aan de beurt, mama? Nou, dan moet je maar even kijken voor de volgende in de mand. Ja, deze is voor mij. Nou, dan maak je die maar open. Gerda, wil jij even wachten? Gerda, wacht. Even wachten tot Roselien klaar is. Gerda, je zit ervoor. Kijk eens, kleedje. Wat is dat, Roselien? Kleedje. Gerda, wil je even aan de kant gaan? Een mooi kleedje. Oh, kijk eens aan. Dekentje. Kijk, dat is een dekentje voor, de lady, voor jouw kinderwagen. Hè? Huh? Ja. Ja. Hier ja? Ja. Nou, val. Ja, ik zoek het Gerda. Nee, Gerda mag nou een pakje pakken, Roselien. Gerda mag nou een pakje kiezen. Nou, Gerda. Moet je wel in het plaatsen. Staat er Gerda ook op? Ja. Gerda. Nou, voor Gerda. Ja, ik heb het ook. Is het niet dus in Gerda? Nee, hoeft niet. Staat er niet op. Nee? Nee. Wat is dat? Vlinder, ja. Dat is een mooi kleurboek, hè? Zeker niet. En dat is oh, een kleurboek, ja. Ja. Kijk eens. Mooi hoor. Nou, nou. Roselien, je mag nou een pakje zoeken. Jullie mogen om de beurt altijd een pakje hebben. Roselien. Ook kleurboek, dit is hè. Is het wel zo? Ja. Henk, hoe ik in mijn gaten met die pakjes. Gerda, straks moet je deze pakken, hè? Nou nog niet. Lekker slokje in. Kijk. Oh. Oh, dat is een aap. Dat is een aapje. En deze heb ik ook gehad. Dat is een varken. Nou, is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Henkie gaat precies in het loft. Ja, maar dit moet even anders, want dit is niet goed. Ik wil nog maar even achterhouden, oma Marks. Het is voor Rosalie. Elke bakken. Mag jij pakken? Ja, mag jij pakken? Ik heb weer kleurboeken. Kijk maar. Ja. Dan. Ja, mooie kleurboek, hè? Heel mooi. Ja. Zo, ja, is mooi. Jij hebt ook mooi kleurboek? Ja. Nou, dit is ook even voor oma. Moet ik ook even achterhouden. Naamloos, dat is ja. Voor Truus. Oh ja? Ja, dat is voor moeder. Moeder Marks. Oh. Kijk maar even toe. Oh, moeder. Dat mag ik kijkpakken. Zullen we even zien wat daar nou weer is? Nee, want zo zegt Pieter in de stad. Oh, kijk eens aan. Een hele mooie, met mooie vogeltjes erop. Hey, dat is een kop en schotel met een gouden randje en met een gouden lepeltje. En met een gouden lepeltje, nou, ja. Dat is geweldig. Is dat niet mooi? Prachtig hoor, heel mooi. Dan zal de koffie lekker smaken, die zijn nieuwe koffie. Ja. Nou. Dit is voor Gerda. We gaan er maar bij de tafel uitpakken. Oh, moet je horen. Moet je horen. Moet je er maar niet... Zo.
Wil je even wachten? Eerst even. Oh. Gaat ook een kopje? Kijk eens. Oh, met mooie keukentje erop. Een broodbandje met het kopje. Kijk daar. Maar dat is mooi. Rosalien staat daar. Oh. Nou, kijk, lekker uit vandaag. 1 en 2. Hé, wat is dat? Ook een broodbadje? Ja. Oh, met roze vogeltjes. Ah, kijk eens, son. Dat is mooi. Papa! Oh ja, leg me even op tafel neer. Ik wil het zo uitpakken. Wacht maar even. Wil jullie even wachten, meisjes? Wil jullie even wachten? Wachten. Wil je straks doen, hè? Wat? Uw tafel? Ja. Het is van Rosalie. Ja, pak maar uit. Niet zingen. Kleurstippen. Oh. Dat zie je? Ah, dat is mooi. Dit is voor Gerda. Rosalie heeft de muts op in het huis. Ja. Heb je het warm, Rosalien? Nee. Heb je dit warm? Ja, dan ook. En de kamer doet het ook. Dus dan wil je even wachten, niet zo snel. Oh. Gerda kan muziek maken. Kijk eens, Gerda. Kijk eens naar mama, laat me zien. Ik kan muziek maken. Wat mooi. Dam, 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 bram, bram, bram. Ja. Wat is dat? Dan kan je pennetjes in en kleurstiften. Oh, dus dat weet jij wel. Ja. Oh, maar dat is goed. Dat is goed dat je dat wel weet. Ja, ze moet even kijken waar ze niet erop staat. Kijk daar! Ga daar. Nee, niet voor je gezicht doen. Nou, niet voor je gezicht doen. Nee, ga daar. Ga nou eens even. Mama even aan kijken. Ga eens even gewoon naast de Rosalien zitten. En hou allebei even jullie kleurstiften omhoog. En dat dan. Niet voor je gezicht, ga daar. Zo. Nou, papa, ga jij nou even je cadeautje uit pakken? Ja. Zie, ik ben gewoon een beetje bereikt. Nee, dat ben ik. Zo, nou had ik ook een cadeautje. Ja, dit is voor mij.
Zullen we eens even kijken? Oh, een heel mooi lepeltje. En wat staat er op? Gerda, kan je het lezen? Voor vader. Zie, kun je lezen? Voor vader. Is dat die woord? Ja, en jij als stift er al in. Goed zo, ja. Nee, dan moet die eentje lager. Dit is leuk. Gerda, wat voor pakje heb jij daar? Moet je even lezen? Kom. Ja, laat het even naar papa zien. Even lezen, wat op staat. Waar staat er wat op? Waar staat het op? Even zoeken, 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 zoeken. Naamloos pakje. Naamloos pakje. Ik dacht van Aaldert. Naamloos pakje. Oh, hier staat wat. Wat staat daar? Kata. Nee. Oma Aaldert, hè? Ja, oma Aaldert. Doe weer van de kant. Zo, even aan de kant. Want die zijn er niet. Nou, welke moeten we nou pakken? Pak er maar één uit. Zal ik even voorlezen? Deze. Nee, deze. Mama. Papa. Hey. Nee. Goed lezen, wat staat daar? Kan jij maar lezen? Opa. Ja, goed zo. Opa is dronken. Pak dan maar één. Nee. Even zien. Ja, voor Rosalind, goed gezin. Nou, Gerda, pak maar in uit. Nee, ik moet die even uitpakken. Ja, eerst even wachten. Even wachten. Even hij gaat hier zitten voor. Maar dat is mooi, Gerda, hè? Dat is een mooie Gerda, daar gaan we straks even naar kijken. Oh, de letter R. Zie je dan? Ga er nou nog een... Dat kan weer twee keer. Ja, dan heb je alweer een letter. Ja, ik kan alweer los hoor. Ja, dat is een keuken. Gerda heeft een mooie keuken gekregen. Jullie kunnen eten koken. Kastjes erin. Hè? Kijk. Pannetjes erbij. Ja, voorzichtig. Niet te wild, anders gaat die stuk. Wat stond op het briefje van Sinterklaas? Voorzichtig ermee. Of heb je hem nou alweer stuk? Ik zou eens hierbij kijken. Neem de pennetjes eruit, zie ik. De pennetjes eruit, zo. Germ, je moet altijd hier zitten. Dat zal ik maken. Nee. Ja. Kijk, pak het maar gemaakt. Zo, dicht. Dat kan ik maken. Ja, nou, maar wil je het nou even afblijven? Nou, we zijn nog niet klaar. Even dicht doen, we gaan straks gaan we spelen. Straks gaan we spelen. Ik. Gerda, dat pakje is voor jou. Dat is een cadeautje. Voorzichtig bij je kopjes hoor. Henk, trek er het cadeautje een beetje aan. Je ziet niet koffie in hoor. Nee? Wat is dat dan? Oh, kijk eens. Gerda heeft ook één. Oh, Gerda, ik moet ook pennetjes in doen. Gerda ook pennetjes? Rust heeft, hè? Ja, nou mooi. Mama, mag jij even doen? Wat moet ik doen? Ja. Even losmaken. Dan moet je even kijken. Oh, zie je plakband op, Gerda. Daar wil ik niet, hè. Zie je plakband op hier. Moet je eventjes los. Kan ook wel even zo dubbel, hè. Dan ook wel even dubbel zo. Zit goed vast hoor. Zo. Dan ook wel even dubbel. Zit niet mijn cadeautje, niet meer van mij, alleen maar dit. Ja, ga je. Draait hij nou niet, Henk? Hij heeft nog wel staan of niet? Ja, ik heb hem op rood. Neemt hij toch op? Ja, hij draait. Hij draait. Ik zie hem draaien. Ja, dat kun je niet hard zien, hè? Omdat het donker is. Het donker is. Heb jij ook alweer een cadeautje, Rosalie? Ja, dat Rosalie. Zo? Ja, echt waar? Ja.
Kijk, Gerrit, je kunt er nog niet zo bij kijken volgen, maar dan moet je hier de haren doen. Kun je hem wegpakken. Kijk, dan kun je maar dat past niet. Nou past hij wel. Kijk, kun je bakken, stift pakken. Dan moet langer stift in. Gerrit, langer, dat ging korter. Koek. Oh, dat is een mooie dikke koek. Wat stond er op dat, dat pakje dan? Mijn laat het papa zien, ja. En wat stond er op de papa zien? Ah, Rosalien en Gerda. Gerda, dus want je hebt er ook twee in, dus elk één, hè? Dus voor elke koek. Nou, laat die nog maar even zitten. Nee, dit is voor... Papa. Papa. Nee, mama. Dit is voor mama. Zullen we die even nog even inleggen? De mama die is over hier wel gaan. Zullen we deze grote even kijken? Ja. Dit is een grote, zie je, kijk. Tada. Rosalien. Gerda. Ja, het is dat, Gerda. Ja, het zijn allemaal Gerda verder. Oh, maar die niet. Van wie is die dan? Van wie is die? Rosalien. Voor, kijk. Er staat een R. Waar is de Rosalien? Pak jij die maar uit. Waar is Rosalien? Ja, er staat wel een R op. Rosalien. Rosalien. Oh, even wachten. Rosalien, jij er even weg, hoor. Oh, dat is mooi. Moet je even laten zien. Kijk, als je het in de televisie kan zien, zo. Zie. Kijk eens. Dat is mooi. Mama, geen koken. Prachtig, hoor. Mama, kijk eens. Kun je koffie maken, hè? Koffie. Kijk, dan hop. Koffie, ja. Dan hop. Hé, dat zijn batterijtjes. Ik denk dat die bij het orgeltje horen. Denk ik. Ja. Bij het orgeltje wat je hebt gekregen. Je moet op batterijtjes. Anders doet hij het niet. Leg maar bij het orgeltje neer. Ja, mama. Ja. Ik ga het eventjes hier pakken. Oh ja, daar. Wie met de rots staat? Gerda. Nee, dat staat met de moeilijke naam. Geertruida Junior. Jij heet eigenlijk Gerda, maar jij heet ook Geertruida Junior. Dan is, ja, dat is een andere naam. Wat is het voor jou dan? He? Geertruida of Gerda is gelijk, hè? Ja. Ja. Kijk, ik kan hier maar batterijtjes in. Ja, maar dat kan mama niet doen. Nee, dat doet pap straks wel even. Wacht even. We gaan nog meer uitpakken. Hé, hey, wat is dat? Een letter G. Laten we dat goed even zien op de televisie. Je moet niet zo raar doen. Je hebt hem op een kap. Je hebt hem op een kap. G. Ja, zo is hij goed. Gerda. En verder is nog meer Gerda. Kijk maar, zie maar. Ja, dat weten we wel, hè? Hoe is het? Nou, deed die voor mama? Nee, even lezen. Nou, moet ik even lezen? Ja. Ik even lezen. Truus! Ja. Truus! En dit is voor papa. Die vergeet ze toch niet, hoor. Nee, kijk, zeker niet. Mama. Papa, kijk, staat op voor Peter, papa. Staat dit op, mama? Ja, dit is voor mama. Mama. En hier is... Gerda. Geertruida Senior. Dat is mama. Mama. Dat is mama, Geertruida Senior. En toen was de mand leeg. Helemaal leeg, hè? Nou, dan mag mama nog even de cadeautjes uitpakken. Wie? Ja, ik. Neem je dat even over dan?
Moet je hem weer pakken? Ja. Oh. Dat is niet fijn! Dat is nog een nieuw. Zij moet het zelf eerst nog wat spelen hoor. Nou, dat is zit jij aan de foto, Gerda? Ja. Heb je ze zomaar niet aangeknipt? Nee, ze had een deurdraai. Oh, en hij was al deurdraai. Nee, niet deurdraai. Nee, was die deurdraai. Nee, nou ja, dan zat er niks op. Maar, en die van de man. Ja, en de zucht, hè, ze is erbij. Kijk. Een kaashouder. Ik heb een dikke kaas, ik heb ze mooi op. Oh ja. Ik heb ze mooie dikke kaas. Ja. Ja, pak jij die dikke kaas maar even. Chocolaatjes erin. Oh. Wij ook staat ook zoeken in. Ja, jij ook hè. Nou, is dat nou niet mooi? En mama heeft de letter. Kijk. Of de letter G. Ik ook. Ja. Zelf. Ja. Ja, ik ja, past haast wel hè. Ik denk het ook, ja. Kijk, ze past wel. Heb ik de scharels niet? Nee. Helemaal leeg. Nou, wat heeft Sinterklaas ons weer verwijderd? Een bedje, Rosalien. Voor je kinderwagen. Precies in de midden. Aan. Past die wel? Past precies. Is het gegeurd? Het is gegeurd. Dat is leuk. Zo'n mooie dikke kaas en dan we weten. Kijk, ik ga in de mooie keuken. Nou, prachtig. Ja. Gerrit begint direct de letter maar op te eten. Gerrit, moet die op? Helpen? Ga je letter op eten? Ik dacht, ga het bewaren. Ja, je moet toch wel wat bewaren hoor. Niet alles op eten, hè? Eens kijken, wat een mooi bedje. Hè? Oh, ja. Lekker zacht. Eens kijken, er zit nog een spuil in. Je moet even voorzichtig doen, Roosje. Dan kun je hem straks wel eventjes het bedje opmaken voor de pop. Ja, nou, zo hebben we het wel gehad, hè? Ja, nou, de mand is leeg. Er zitten kussen gelijk voor. Kussen voor de poppen, lang. En een lakentje met een dekentje. Oh, wat netjes, wat netjes. Kussens lopen prachtig. Denk er niet met je gezicht erop. Je hebt je gezicht opgeklitterd, denk erop. En dat is onze Gerda. Geertruida junior, hè? Heeft de Sinterklaas weer geweest voor ja. Vandaag? Nou, de mand is leeg. De mand is leeg en door het papier erin. Ja. En dat is zijn geboorte voor dit jaar. Ja hoor. Dit jaar 1985, hè? Oh ja? Mama, moet je naar school, hoor. Ja, daar staat een envelop. Leuk. Leuk, hoor. En wat zullen we ook eten? Beskuit? Ja. Ja? Rosalien, moet je anders staan. Zo ziet papa niet. Je moet aan de andere kant staan gaan, Rosalien. Aan de andere kant van de stoel. Zo zien we het, hè? Rosalien, staat zelf jou maar op deze stoel. Kijk, dan zit het in de achterkant aan.
Opstaan, zo. Mooi, Roslin. Ja. Pop, ja? Praat. Ga je popje nou uitkleden? Ja. Ja? Leuk even, hè? Wat is het daar dan? Oh. Heb je vergeten aan? Ja. Oh. Wat gaat Roslin nou doen dan? Zo. Zo, en ze poept? Poep? Ja? Ja. Dan moet je het afvegen. Ja, zo. Hé? Nou weer schoon. Schoon? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, zo hoor. Zo is goed. Hè? Goed? Ja. Ja, Anne. Hè? Ja. Nee hoor, deze kan maar weer, Roselien. Roselien, geen andere hoor. Pak die maar weer hoor, die is wel schoon. Heb je het nog op? Ja, begin weer. Beskuit, de bloempjes er weer op. Zit het op de tafel? Ja. Oh. Wat zie je niet? Dat is de kus. Hè? De kus. Oeh! Ja. Zit die vast? Ja. Is zo goed. Goed? Nou, nou ik vind het eigenlijk even goed, maar. Hè? Kan zo wel. Zo wel? Ja. Sylvia met de pop. Roslin met de pop. Hè? Zo. Een vergissing, hè? Die is goed. Schaduw, moet die ook over zitten, juist. Kan niet. Hè? Vaat. Niet. Wat niet past? Niet vaat. Wil je niet vast?